yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. Somebody over here. Yo guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij een potje 10 damage spelen op Call of Duty Modern Warfare Remastered. We gaan vandaag lekker spelen met de MV4 Carbon. Of de MV4, waarom noem ik het MV4? MV Carbon, we spelen op de map Downpour. En we gaan gewoon proberen te winnen met mijn team. Dus als je dat leuk vindt, laat even een blauw duimpje achter. Dan weet ik dat jullie dit meer willen zien. Dan zal ik er rekening mee houden. Ja, we zijn nu al een soort met of aan het campen. En ik hoop dat we winnen, jongen. Ik hoop echt dat we gaan winnen. Jullie weten natuurlijk van mij dat ik Modern Warfare Remastered nou niet echt een leuke Call of Duty vind op dit moment om te spelen. Waarom? Omdat er natuurlijk heel veel camp op zit. En ik kom niet eens door een deur heen. En Juggernaut. Echt waar. Wacht, heb ik op deze map... Ik heb zelf... Of op deze map. Heb ik op deze klas, wou ik zeggen... hoe heet het? Ik weet niet eens meer hoe die perk heet. Ik weet helemaal niks van dit spel. Ik zweer het. Het enige wat ik weet is dat er een paar overpowered wapens in zitten. Zoals een AK-74U die ik heel graag wil gebruiken. Dat de accuracy op dit spel echt ver te vinden is. Of heel raar te vinden is, zeg maar. Jij bent vies aan het campen. Ze zitten daar vies aan het campen. Ja, gooi jij lekker granaat. Goed zo. Gooi ik een granaat terug. En ik raak geen flikker. Oké. Ik wil die MP5 oppakken, denk ik. Die sniper zit er nog steeds. Wat? Wat? Daarom veracht ik dit spel dus. Op dit moment, hè. Dat soort bullshit. Waar? Ik snap dit spel niet. Mijn logica... Ik snap niet hoe hij achter mij is gekomen. Ik snap serieus niet hoe hij... Oh, zo dus. Oké. Weten we dat ook weer? Hoppa, in het raampie. Hoppakee! Zo doe je dat. Hoe kom ik hier in godsnaam doorheen? Hoe kom je net achter mij? Je kunt niet via boven? Ah, ik snap er echt de ballen van, eerlijk gezegd. Ik snap er echt de ballen van. Oh, bokke jij, kutsniper, jongen. Oké, we hebben een UAV. Goed genoeg. Voor nu eventjes. Ik wil wel die airstrike even en die helikopter halen. Maar ja, als zij er achterin zit... Daar, achterin zit te campen... Dan ga ik ook even rustig spelen, want... tenminste, rustig. Iets rustiger. Hij zit daar links in de hoek. Waar is die man? Holy shit, holy shit, holy shit. Wat de hel, jongen, dit spel. Maar UAV is ook alweer weg, hè? Yo, yo, yo. Yo, hij zit daarboven. Daar. Ja, godverdikke me. Jezus, Mina, waar de fuck is iedereen? Oh, ik kan zo salty op dit spel worden. Gadverdamme. Ja, maar ik word dan ook gewoon salty. Op een punt. Dat het niet eens meer grappig is om salty te zijn op dit spel. Omdat het een en al fucking salty is. En teammate? Oh, hij is al dood. Oké. Hier, hij heeft volgens mij ook gewoon een red tiger camel hierop. Omdat hij gewoon vol met die snipers zit te campen. Dat kan niet anders. Ik snap niet hoe mensen dit leuk vinden om... Ja, ik ga er niet eens meer over beginnen. Over het feit dat mensen dit leuk vinden om te spelen. Maar ja, als mensen het leuk blijven vinden... Dan kan het toch. Geen probleem mee. Oeh, echt hè? Ik dacht serieus, zit hij daar te campen? Gek. Maar was ik meteen instant dood door hem gegaan namelijk. 100%. Ik zie ook zo moeilijk die enemies, hè. Wacht, let op. Kom maar. Kom maar, ik ga nu even zitten. Ik ga hier zitten. En ik ga wachten tot hij komt. Nee. What the fuck, waar zijn ze joh?
Teammate heeft gewoon twee helikopters ook, hè. Let op, nu ga ik pushen. Ik push en ik ga dood. Dat is logisch. Wacht, ik ga helemaal naar achteren. Ik ga helemaal... Hij heeft me gezien. Ik heb hem. Ze zitten daar achterin. Daar. Die is dood. Achter me. Fuck. Hé? Ik snap hier echt de ballen van. Ik ga hier gewoon... Dit bedoel ik! Waarom? Waarom? Waarom ga je helemaal achterin zitten? Weer voor mijn airstrike! Dit zet mij toch ook niet op een goed daglicht, jongen! Tering! Push is dat spel, man! Kijk hoe mensen moeten spelen om normaal te kunnen spelen! In hun ogen! Oh mijn god. Hij heeft een triple met een granaat, hè? Een triple met een fucking granaat. Weet je waarom? Omdat mensen zo langzaam op dit spel spelen. Zo langzaam. Je ziet ze amper in die schaduwen. Ik kan dit net zo goed in slow motion gaan afspelen. Dan gaat het nog sneller dan dit. Ja, en die had ik ook niet mogen raken, eerlijk gezegd. Ik heb jongens, ik heb... hij heeft... Stoppen. De logica, de logica. Maar wat ik wou doen is... Ik wou woensdag een old school of een old... Ja, een back to the... Een back to... What the fuck? Een back to the past-achtige dag maken. Dus dat ik bijvoorbeeld... Nu Modern Warfare Remastered speel, dat is inderdaad... Ja, je kunt het oud noemen. Het is een oud spel natuurlijk in een vernieuwd... Vernieuwd jasje. En ik wil natuurlijk Black Ops 3 en... Ja, ik wil eigenlijk Black Ops 3 spelen. Ik wil niet PlayStation 3 meer spelen namelijk. Oh mijn, goeiedag. Sweat.xe, oké. Jezus, je kunt de zweet zien. 14 om 10 ga ik, hè. Bedenk even. Ja, hij gaat hem hier gooien, let op. Let op. Ik zei het je. Ik fucking zei het je. Alsof ik zelf die airstrike neergooi. Maar dan wil ik er een oldschool... Wauw. Dan wil ik er een oldschool dag van maken, zeg maar. Dus Black Ops 3, Modern Warfare Remastered. Oh, oh. Ja, Black Ops 3 en Modern Warfare Remastered. En je moet alles pre-firen. Het is net Infinite Warfare. Oh, wat heb ik een pesthekel aan als je geraakt wordt dat je één naar boven gaat, zeg. Oh, wat een pesthekel. Gadverdamme. Hotsakee. Tuurlijk, ga er lekker liggen. We hebben wel gewonnen, maar wat voor score ook, man. Maar dat is dus een beetje mijn idee. Dan wil ik woensdag de oldschool dag maken dat ik Modern Warfare ga uploaden. En ik denk alleen op die dag ook alleen maar Modern Warfare wil uploaden. Want voor de rest gaat het gewoon niet. En Black Ops 3 natuurlijk. Ik wil Black Ops 3 ook terugbrengen een beetje nog in de rotation. Dus wat je kunt verwachten, ja, want deze video gaat om 3 uur online komen, is vandaag nog een video van Black Ops 3 online. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie dat vinden. Ik heb een kutscore gehaald van 15 om 11. Yes, let's fucking go. Maar we hebben wel gewonnen. Dus jongens, mocht het lukken, vond even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal, check natuurlijk mijn kanaal voor meer van deze video's. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Zeg ik bedankt voor het kijken en dan zie ik je weer bij de volgende video. Later jongens.